Arnhemse parkeertarieven reizen de pan uit. Dat vindt Denk Verenigd Arnhem. De partij wil de mogelijkheden onderzoeken om kort in het centrum te parkeren voor 1 euro per uur. En na 6 uur zelfs helemaal gratis. Wat is eigenlijk de huidige situatie van de parkeertarieven in het centrum van Arnhem die u ziet? Dat is op dit moment 2,90 euro per uur. En dat is gewoon veel te veel. Mensen klagen daarover, jongeren klagen daarover. En wij krijgen daar gewoon altijd klachten en opmerkingen over. Vandaar dat wij hier serieus aandacht aan willen besteden. Door dit uit te laten zoeken of het voor veel minder kan. Want in andere steden kan het wel. Ja. Nou, een van de plannen die daarin heeft zegt van nou een soort shop and ride. Hè? Dus de eerste uren voor een veel lager tarief, bijvoorbeeld 1 euro begreep ik, geparkeerd kan worden. Hoe zou dat er ongeveer uitzien, dat plan? Ze hebben bijvoorbeeld in Rotterdam hebben ze in bepaalde gebieden hebben ze per 30 minuten hebben ze dan een tarief van 10 cent. Dat mensen dus een bezoek kunnen brengen aan een winkel, aan de binnenstad. En dat ze dan ook meteen weg kunnen. Ja, word je ook voor het college, want het gaat om flitsparkeren. Van daar zit geen prijsdifferentiatie in. Dus dat zal niet goedkoper worden, alleen een plek om kort te parkeren. Dus dat is volgens mij niet helemaal wat u beoogt, of wel? Klopt, en dat is ook jammer. Kijk, zelfs in New York hebben ze, in Hartje, New York, kun je voor het eerste uur kun je voor $6 parkeren. Tweede uur wordt dat alweer wat minder of meer. Maar in Arnhem doen we daar enorm moeilijk over. Ik bedoel, het is maar een stad met 150.000 man. En wij mogen best nadenken over oplossingen en allerlei maatregelen om het voor de inwoner, die het al heel zwaar heeft, om het makkelijker te maken en goedkoper, betaalbaar. Wat verwacht je daar precies voor effect van in de stad? Als je inderdaad zou bedenken dat je daar een paar uurtjes vrij goedkoop kan staan met je auto. Kijk, dat mensen vaker heel snel met de auto de stad kunnen bezoeken. Kijk, wij stimuleren natuurlijk heel graag dat mensen met de fiets naar de binnenstad moeten kunnen komen. Of naar de Steenstraat of Spijkwartier. Alleen, als mensen in Arnhem-Zuid wonen of aan de andere kant van Arnhem. En het regent en het stormt. En je kunt niet met 4 man met de bus, met een volle lading met tassen, naar de andere kant van Arnhem. Dat is ook bijna tegenwoordig niet meer betaalbaar. Dus dit is een oplossing om die mensen tegemoet te komen en serieus rekening te houden. Want mensen hebben niet enorm veel geld om dat uit te besteden aan parkeren. Ja, dus dat is voor de inwoner. Hè? Maar u heeft ook een idee voor de ondernemers volgens mij. Hè? Die willen jullie ook mee helpen. Klopt, want uiteindelijk, kijk, online is, hebben ze een belangrijke motto. Traffic is the name of the game. Als er geen traffic is, dan kun je wel van alles gaan proberen. Maar je verkoopt dan niets. Er zijn dus geen sales. En op een fysieke locatie is dat niet anders. Tweede onderdeel van het plan, dat zei voor mij, s'avonds, na 6 uur, vindt u eigenlijk dat parkeren gratis zou moeten zijn? Ja. Ja, wij hebben daar een heel ander standpunt over dan het college van burgemeester en wethouders. Iedereen klaagt over het feit dat je na 6 uur moet betalen. En altijd wordt er heel makkelijk verwezen naar de parkeergarages van de gemeente. Waar je dan voor een half uur waar je 50 cent moet betalen. Voor een uur waar je dan 50 cent voor moet betalen. Maar de mensen in het centrum en die een bezoek brengen aan een café of een horecatent of een winkel aan de Steenstraat, die hebben daar niks aan. Dus je moet dan een halve kilometer of een andere afstand afleggen, omdat je een winkel daar wil bezoeken. Want daar geldt dat niet en dat kun je dus niet uitleggen. Dus vandaar dat wij een onderzoek willen. Als mensen vinden dat dit een serieus probleem is, wij krijgen die signalen, maar dat moet ook door het college erkend worden. Kijk, je kunt niet tot 11 uur 2,90 euro per uur gaan vragen. Dat is bijna 3 euro. Dus als je met z'n tweeën iets wil drinken en je gaat een hapje eten, dan ben je zo in 3 uur 10 euro kwijt. En dat dus elke week of elke dag, als je dat elke dag gaat doen. Alleen het college, die heeft daar een hele andere mening over. Nou ja, u heeft de raad een beetje gehoord vanavond. U wil die onderzoek graag doen. Gaan die er komen, denkt u? Op dit moment lijkt het erop dat een meerderheid in de raad, hoe spijtig het ook is, dit niet steunt. Dus men wil blijven dat dit soort tarieven betaald worden. Dus wij moeten blijven zoeken naar oplossingen om het college en andere partijen te overtuigen dat je na 6 uur niet hoeft te betalen.